Rick heeft Rick gehaald met dit drinken. Ja. En, dit is ook weer. Ja. En hier, hier een heleboel koekje om te kijken. Wat is dat? Zes kerstkrantjes hebben. Ja, nu wel? Of zijn die nog wel voor? Ik geloof dat we 40 dozen meer hebben van deze. Iedereen die wij hier wegsturen zonder eten, denk ik van waar komen ze dan terecht? En dat is mijn verantwoordelijkheid. Ik zeg altijd, ik moet verantwoorden als ik iemand iets weiger. Welkom. Zij moeten verantwoorden als ze me oplichten. Vanuit, houding ga ik mensen... Ook zaken kunnen zijn in die zin, ja. Ja, hè? En ik ben... Dat klinkt wel cru, maar ik ben geen ambtenaar dat ik alles per se ingevuld moet hebben. Maar ik wil wel kunnen verantwoorden aan wie ik wel hulp geef en wie niet. Ja. Wel, maar ik kan me voorstellen, als je een heel miniem inkomen hebt... En je bent hier gewend om hier te komen. Dat ik zeg het, iedereen is van harte welkom. Jullie zijn welkom, maar ik hoop dat jullie ook om 9 uur weer weg gaan. En dat zeg ik ook tegen de klant. Je bent welkom en ik hoop dat je zo gauw mogelijk weer weg gaat. En hoe controleer je dat? Omdat ze... en dat klinkt een beetje kort, hè, maar ik wil die mensen niet gaan pamperen. En niet hebben voorzien. Iedereen moet op eigen benen gaan staan. Mijn fractie staat sowieso positief ten opzichte van de voedselbank. Dat heeft zich ook geuit in een motie die we meerdere keren hebben ingediend om de voedselbank te helpen. Dat is ook gelukt de laatste keer. Maar er moet nog veel meer gebeuren, chef. Ja, we hebben behoefte aan alles, omdat we hebben 200 huishoudens, maar we hebben rijst, aardappelen, basisdingen. Macaroni, limonadesiroop drinken, die basisdingen. Groenten hebben we op het ogenblik volop. Melk heb ik ook bijna nooit. Maar als iemand anders wat anders heeft, is ook weer welkom. Beschuiten, je kunt alles wel opnemen. Het hardste wat ze nodig heeft is een fulltime FTE'er die de boel gaat coördineren. Niet alleen voor de voedselbank, maar ook voor de kledingbank en nog meer van dat soort initiatieven. En dat zou een goede zaak zijn. Ik zou het liefste willen dat de gemeente dit faciliteert qua formatie. Verankerd stukje professionaliteit geeft en dat de samenleving in Amersfoort dan de rest regelt. Want we kunnen vrijwilligers genoeg krijgen, we kunnen spullen genoeg krijgen, want dat moet niet met overheidsgeld, dat moeten wij de overschot halen. Maar dat de gemeente zorgt dat wij professioneel mogen zijn. En dat moet niet met te veel mensen, want het moet niet te groot worden. We hebben al veel hulpverleners, maar dat we de lijntjes kunnen leggen naar de hulpverleners toe. Die moeten de vrijwilligers... controleren, stimuleren, enthousiasmeren, corrigeren en sommige professionele lijntjes leggen. De vrijwilligers die de intakegesprekken doen, die zien van dat er een probleem is, bijvoorbeeld met schulden. En dan zeggen ze, ben je al bij Stadsring geweest? Of iemand heeft problemen met een zoon, ben je al bij het maatschappelijk werk van Beweging 3.0 geweest? Iemand heeft psychische problemen, ben je al bij Quintus in beeld? Verslavingsproblemen, ga je aan de Malibaan toe? Ben je dat niet? Hier is een kaartje, die kun je bellen. We snappen de wereld soms niet, mensen durven soms niet, mensen weten soms niet. En honger is natuurlijk een primaire behoefte. Iedereen heeft honger, maar wat je verder moet doen, als jij trammeland hebt met je zoon, ja, wie moet dan hulp hebben? Hoe weet jij nou bij wie je daarvoor terecht moet? Ja. Er zijn zoveel maatschappelijke organisaties. Het is zo onvoorstelbaar veel. Ja. Ik kan me voorstellen dat ik even voor de volgende post op mijn ziet was. Maar het was heel indrukwekkend, moet ik zeggen. Ja, verhelderend. Nou, mijn oplossing zou inderdaad zijn, is dat je... Ik bedoel, als je de vergelijking... De gemeente heeft coördinatoren als ambtenaar in dienst die contacten onderhouden met de wijken. Dat zijn echte beleidsambtenaren. Zo ver wil ik absoluut niet gaan, maar die mensen kosten behoorlijk wat geld. Maar je moet ook een soort sociale coördinatoren hebben vanuit de gemeente. En die wat dat betreft contacten hebben met iedereen die op die sociale kaart... Klopt, maar wat zij aangeeft is dat zij te veel werk heeft en daarom een hulpje erbij nodig heeft. En dan denk ik dat voor die sociale coördinatie, juist Amersfoort breed, daar een soort functie wel voor geschapen zou kunnen worden. Als ik zie wat Sika hier allemaal doet in de voedselbank, dan denk ik dat kan zij niet allemaal alleen. Dus ik zie ook wel de noodzaak dat je iemand anders erbij hebt die professioneel is en die zeg maar 24 uur per week hier ook kan zijn en echt alle cliënten bij naam kent en hen ook 2 keer in de week ziet en hen scherp kan houden. Ben je al naar de sociale dienst geweest? Heb je al die uitkering aangevraagd en dergelijke?
Nou, de vraag is of de kracht hier zou moeten komen. Kijk, waar ze helemaal gelijk in hebben, is het netwerk wat mensen aan de onderkant ondersteunt in Amersfoort is heel sterk, maar kan nog veel sterker worden als ze beter en slimmer gaan samenwerken. En de vraag is, hoe moet je dat nou organiseren? En dat is een hele belangrijke vraag. Maar de vraag van, moeten ze dan nog extra krachten krijgen om die doorverwijzing nog sterker te gaan maken? Ja, dat is graag ook een vraag die ik samen met alle andere organisaties die zich hiermee bezighouden wil gaan beantwoorden. Onder de indruk, en ik ben een beetje geschrokken eigenlijk ook wel. Eigenlijk onder de indruk is eigenlijk van dat een drietal vrouwen dat runnen voor meer dan 200 gezinnen in Amersfoort. Ze halen de pakketten die ze vullen, halen ze uit het hele land. Ik weet niet of ze nou uit Arnhem of uit de polder of overal komt voedsel daar vandaan. En wat ik eigenlijk een beetje van geschrokken ben, toen dacht ik van, goh, er moet toch niet een van die drie dames ziek worden? Nou, kijk, wat ze erg nodig hebben, dat is mij wel duidelijk geworden, dat is goede huisvesting. Als zij ook twee keer in de week open en in die twee keer dan staan er 60 man voor de deur. Dus ze zeiden eigenlijk, we hebben iets meer ruimte nodig. Iets meer ruimte waar ze het in koel kunnen houden, maar ook om mensen snel iets te kunnen geven. En aan de andere kant, wat ze ook wel nodig hebben, is voor een stuk continuïteit, ook die kwetsbaarheid, dat ze professionele kracht hebben. Er mag nu iemand komen vanuit Amersfoort Amfors voor 16e FTE. En eigenlijk zeggen ze, ja, we hebben eigenlijk gewoon een volledige FTE nodig. En in deze tijd van bezuinigingen kun je natuurlijk zeggen van, ho, dat gaan we niet doen. Maar in deze tijd van bezuinigingen en ook als je kijkt naar het landelijk regeerakkoord waar de bijstand terug gaat lopen, kan het wel eens zo zijn dat de hoeveelheid mensen die gebruik gaan maken van voedselfocus alleen maar meer gaan worden. Mensen die daar komen, die komen niet alleen om dat voedselpakket te halen, maar ze krijgen ook een verwijzing naar schuldhulpverlening, naar andere trajecten die in de stad zijn. En het opvallende was ook wel een beetje dat heel veel mensen dat gewoon niet weten. Ze weten gewoon niet waar ze terecht moeten in deze stad.